Dit is Cor van der Klooster, geboren en getogen in Bloemhof. Ja, ik woon hier 43 jaar en 43 plezierige jaren heb ik al in dit huis. Door een ontsteking in zijn ruggenmerg is Cor slechter been. Daarom kan hij niet meer douchen in de douche die hij zelf bouwde toen ze er net kwamen wonen. Nou, dit is onze douche, waar we al 43 jaar in soppen. Ik was de dikte vrede mee. Maar waarom gaat het nu niet? Ja, ik kan die opslap niet maken. En het is veel te klein voor mij. Je moet eigenlijk altijd zitten. Nou, dan heb je daar wel. Ik heb samen zo'n douchestoel. Die zat daar. Die krijg ik er ook niet in. En dus gaat Woonstad een nieuwe badkamer bouwen. In het zijkamertje. Cor ziet er wel een beetje tegenop. Die bende. Maar ja, 14 dagen, dan is het klaar. Nou, daar zijn we weer. Een paar weken later. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de badkamer? Hij is klaar. Zo. Goed zo. Nou, dat is het geworden. Er zijn nog een paar kleine aandachtspuntjes nog, maar die worden goed gemaakt. Het is wel een heel stuk groter dan wat je had. Zeker, ja. Dat is, ik heb er wel een beetje koud in. Dat was warm. Nou sta jij elke dag jodelend hier onder die douche. Ja, dat mag niet van mevrouw. Nee. Dingen een beetje vals in, vinden ze mij zingen. Dan ga ik fluiten. Ik vind het heel fijn dat ze dat gedaan hebben. Ja. Dit is beter, veel beter.